De Stichting Toerisme Suriname, STS, en Stichting Collectief Overzee Suriname hebben maandag in Nederland een intentieverklaring ondertekend met als doel het toerisme naar Suriname te stimuleren. STS-directeur Jerry Akum en Ernest Grep, voorzitter van Stichting Collectief Overzee Suriname, plaatsten hun handtekeningen onder het document. De stichting in Nederland vindt het haar plicht om Suriname te promoten en de diaspora te informeren over de ondernemingskansen op het gebied van toerisme. Juist nu de Surinaamse economie in zwaar weer verkeert, moeten er bedrijven op het gebied van toerisme worden opgezet, zodat er duurzame banen worden gecreëerd en de economie zich kan herstellen, zegt voorzitter Grep. Volgens Akum, directeur van STS, is de samenwerking bevorderlijk voor de promotie van de toeristische mogelijkheden in Suriname. Niet alleen investeringen zullen aan de orde zijn, maar ook mogelijkheden voor training, educatie en onderzoek, zegt Akum.